Mijn naam is Peter Vos. Binnen Erfgoed ben ik verantwoordelijk onder andere voor het werven van personeel. Met elkaar zijn wij een prachtbedrijf. We hebben een uniek product dat toonaangevend is in de wereldwijde tuinbouw. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, handige aanpakkers die gevoel hebben voor techniek. Wat voor opleiding je precies hebt gedaan, dat maakt niet zo heel veel uit. Het aanleggen van een teelvloer, dat is een vak apart. En dat vak, dat leer je bij ons, bij Erfgoed. Iedereen die hier komt werken, die krijgt zijn eigen opleiding. Zijn eigen opleidingsplan, zijn eigen opleider en zijn eigen coach. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Maak dan eens kennis met een paar van mijn collega's. Hoi Edo, hoe is die? Ja, prima. Vraagje, hoe ben je ooit bij Erfgoed terechtgekomen? Oorspronkelijk ben ik banketbakker. Uiteindelijk ben ik via de plantjes en de kassenbouw en de tuinbouw ben ik terechtgekomen bij een hoveniersbedrijf. Dat heb ik 12 jaar gedaan ruim. En toen was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden bij Erfgoed. En was nou het leuke bij Erfgoed? Ja, de afwisseling van het werk, de grote mate van zelfstandigheid die je krijgt. Ja, gewoon het werken met allerlei verschillende mensen, andere landen. Hey, die andere landen, vertel eens. Ja, waar moeten we beginnen? We zitten in principe overal, Frankrijk, Italië, Canada, Amerika. En jij zelf? Ik zit regelmatig in Brazilië zelf. Ja, wat vind je daar het leuk aan? De temperatuur, om te beginnen. Ja, en gewoon het zijn ontzettend gastvrije mensen. Het is een ontzettend fijn land om te werken. Dus met plezier ben je wat dat er gaat regelmatig op pad voor Erfgoed? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Absoluut. Hey Adam, hoe gaat-ie? Hey, ja, goed. Hey, vertel eens, wat vind je het leuk aan het werken bij Erfgoed? Nou, er is eigenlijk geen dag hetzelfde. Ik ben altijd weer met andere dingen bezig. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ben nu met een trekker bezig. Die heeft een beetje pannen. Dus ja, die ben ik weer aan het repareren, zodat die volgende week weer aan de slag kan gaan, aan het werk. Hey, hoe ben je ooit bij Erfgoed terechtgekomen? Nou, ik volg een opleiding, een BBL-opleiding. En ja, ik heb een beetje zitten zoeken naar werkplek. En ja, ik zag dit zag ik staan en ja, het leek me leuk, het leek me gaaf om ook wereldwijd dingen te mogen repareren. Wat vind je nou het gaaf aan het hele Erfgoedteam? Nou, we hebben gewoon leuke collega's, iedereen staat voor elkaar klaar. Als je roept, dan helpen ze. Dus ja, het is echt niet te geloven hoe gaaf. En wat ga je nu zo meteen doen met deze trekker? Nou, ik ga hem even repareren. Het is een kleine motorstoring. Die ben ik kijken of ik hem kan verhelpen. En als alles het weer doet, dan ga ik hem even testen. En dan is hij weer klaar voor de strijd. Hey, succes. Ja, bedankt. Goedemorgen Gerben, hoe gaat-ie? Ja, best. Maar goed. Hey, wat ben je nou hier aan het doen? We zijn PVC aan het ingraven. Van Eppvloed. Ja, daarna gaan we de grond evangeliseren, greppels ingraven, folie en de greffel erin werken. Uiteindelijk kom je hier in Eppvloedvloer. Ja, hoe ben je ooit bij Erfgoed terechtgekomen? Ik heb 5 jaar lang in een timmerfabriek gewerkt. En ja, daar was ik uiteindelijk wel zat om constant op één plek te werken. En eigenlijk ben ik op die manier bij Erfgoed gekomen, nou ja. En bij Erfgoed kom je overal, dus dat is in ieder geval leuk. Kan je iets meer over dit project vertellen? Ja. Nou ja, we beginnen hier helemaal op nul. We beginnen inderdaad met het PVC-werk als we aankomen. Ja, je begint, het leuke ervan is, je begint van nul en je maakt het helemaal af totdat de wanden erop kunnen. Kan je vertellen van hoe jij jouw collega's in dat team ervaart? Ja, als prettig. Feitelijk kunnen alle dingen met elkaar besproken worden. En ja, je merkt dat we met elkaar bezig zijn om projecten af te maken. En dat wisselt ook heel erg, hè? Ieder keer is je team anders samengesteld. Ja, of een project wel, ja. Ja. Dat is ook wel leuk. Ja, en waarom vind je dat leuk? Ja, de afwisseling. Je kunt van elkaar leren natuurlijk. Als je soms met dezelfde mensen bezig bent, dan kom je in een bepaald stramien. En op het moment dat je met zo'n verschillende mensen kun je meerdere dingen leren natuurlijk. Je weet nu wie we zijn, wat we doen, waar we werken. Heeft het je belangstelling gewekt? Ik zou zeggen, bel me dan. Dan kunnen we een afspraak maken om kennis te maken.